Goed dat ik mijn noten kon halen en de goede richting heb gezet. Voilà. Voilà. Dan hier nu nog op mijn gsm houder. Want ik voel hem niet terwijl dat ik... Ja, ik voel hem wel terwijl dat ik rij, maar ik bedoel dat ik het niet in mijn handen heb. Voilà. Voilà. Welkom op de vlog van woensdag 8 maart 2017. Amai man, de vlog van gisteren, super lang. Ik heb er niet kunnen renderen. Omwille van, ik had weer al eens netwerkproblemen. Oké, doe dus zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. Welkom weer op een deel van mijn leven. Mijn naam is Dimitri Remus en ik ga u weer al meenemen op mijn avontuur. Ik ga nu richting Duel in Sint-Truiden. Weer al. Daar moet ik overstappen. Ik kies in een auto. En dan op naar Sint-Joris. Weer al daar, dat was weer al ophangen. Voor de laatste keer weer op deze week. Ja, dus ik kan jullie nu ook wel laten. Ja, sorry dat de vlog van gisteren zo lang is geworden. Omwille van die ene persoon die bleef maar babbelen tegen mij. Ik wil dan proberen continu af te sluiten. Dat heb ik ook gezien in dat filmpje. Proberen ook tekst hier af te sluiten, maar lukte niet. Jammer genoeg. Allee, tot straks. Yo. Ah ja, nog één ding. Ik heb je straks ook nog scheren. Jullie hebben gelijk. Ik moet jullie nog scheren. En dan nog straks. Jawel, straks. De shout-out. Jawel, ze beginnen eindelijk binnen te komen dat ik ook meer interactief kan gaan met mijn kijkers op YouTube. Dankjewel ervoor. Dat accepteer ik en al. En jullie ook nog fan art en al. Dus jullie weten het, contacteer mij via de website. www.psycho.tv. Tot straks. Yippie-ka-yay. Yippie-ka-yo. Yo-ho. Yo-ho. Yippie-ka-yay. Yippie-ka-yo-ho. Yo-ho. Hoe is het verkeer vanuit Brussel op de E3? Dat heb ik niet nodig. Dit heb ik nodig, ja. Dan kan ik nog eens aan jullie uitleggen wat ik vandaag heb gedaan in Sint-Joris. Dat is inpakken, borstelen, borstelen. Ja, ik heb twee keer geborsteld vandaag. Ik weet nog wat denk. Wat scheelt het er? Ik heb dus volledig, maar ook echt volledig op de rem moeten staan. Omwille van dat er iemand geen voorrang van rechts gaf. Mensen, denk goed na. Het is nog altijd voorrang van rechts. Zelfs als je stilstaat, heb je je voorrang niet verloren van rechts. Je moet sowieso alle tijden kunnen stoppen. En stoppen voor die mensen die... Ik heb het riskeren gegeven. Oh nee. Daar riskeer ik niet, hè? Nee, dus volle bak op de rem moeten staan. En dan was in één keer met de motor ook uitgeslagen. Dan kreeg die weer al niet aan. Blij dat ik binnenkort een nieuwe auto kan heb. Misschien. Ik zie hier nog iets heel moois. Kennen jullie dit nog?
Oh, daar had ik eens gezien. Ah, zo was even wat flauw doen. Nee, ik ga goed, kan ik ook zelfs opnieuw weer al wat Pokémon-jacht doen, maar deze keer in een auto. Dus ik ga dan naar het gemeentehuis van Alken. Ik ga dan naar de standbeeld van Alken. Dus als ik ook aan het gemeentehuis van Alken zit, heb ik ook sowieso de waterput mee. Ah, daar is de camera. De waterput mee. Maar Diepenbeek, kleine kans dat ik daar naartoe ga. Omwille van daar heb je wel perfecte plaatsen om met een auto te staan. En je kunt dan ook perfect weer op Pokémons vangen. Maar die is wel scheren, denk ik. We zijn vertrokken. Poging 2. Moet kunnen. Ach ja. Oké. En de boer die echt in de modder bezig is voor zijn plantage in orde te krijgen. Ach ja. Het is ook wel heilig geregend hier in Sint-Truiden, want ik zie echt grote plassen, echt heel grote plassen. En als ik naar de lucht kijk, ziet er niet goed uit. Dus het wordt in een auto Pokémon vangen. Ja, ik rem voor oranje, denk eraan. Ik rem echt voor oranje. En dan, ja. En nu aan de kant voor de snellere auto's. Die snelle oprekken. En lekkere spaghetti eten met gehakt. En dan de afwas doen. En dan op Pokémon jacht. Dan weten jullie dat. En als ik Pokémon vang. Ah nee. Oh. Dan ga je iets anders doen. Eerst ga ik hier. Nee, eerst kom ik thuis, ik ga mijn computer al opzetten, ga ik de passen en al ingeven. Dan is het natuurlijk mooi opgestart als ik het gedaan heb met eten en de afwas te doen. Daarna ga ik de foto van gisteren renderen. Dat ik zeker om 8 uur nog online kan komen. 8 uur van om 10 uur. Sorry dat het iets later is dan normaal. Maar het komt sowieso online. Omdat ik daar ook de shoutouts doe, vandaag opnieuw. Maar ik moet nog kijken ook naar wie dat ik het moet gaan doen. Ik weet dat er iets van Dietef bij zit. Want die reageert echt heel vaak op mijn filmpjes. Dankjewel daarvoor. En nu zie ik bijna niks meer voor mijn vooruit. Even de verwarming aan. En ja, dus wat ik heb gisteren ook met een man zitten praten, hè. Bijna heb iets, ik denk rond een half uur lang, ik ga het eigenlijk ontspannen. En ja, ik ga dat ook in mijn vlog steken. En dus de vlog van gisteren duurt 3 kwartier. Ik hoop dat jullie daar geen spijt om hebben. Ik ben dus één keer nu interactief gegaan, dus zo te filmen. Ja, yo, hallo. Waarom zit hij hier nu al te remmen? Er zit nog geen auto voor hem. Ik
uiteindelijk, dat was maar een kort liedje. Van een minuutje. Precies. Ja. Stipt een minuut. Allee. Ja, nu kan ik er al niet mee. Dus ja, dat er, we hebben, ik heb dus gesproken met een man, dus een half uur lang. Dat komt ook in de vlog. En daardoor duurt het renderen. Ook echt het renderen van dat filmpje echt zeer lang. Dus, en die tijd, wanneer dat aan het renderen was, dus dat was gisteren, dus ja, eigenlijk vandaag. Dus wat ik vandaag film, komt morgen online. Dus eigenlijk gisteren. En ja, dus een half uur lang heb ik daar over gebabbeld. En blijkbaar dat daar een stuntman was. Dus dat kan allemaal, hè, een stuntman. Bij mij, ik was even zo aan het kijken, ja, jullie zagen het, wat ik ging doen. Geen pinker aan. Ik moet dus zeggen, ik ga naar die rijstrook of ik ga naar die rijstrook. Kennen ze tegenwoordig niet meer. Mensen, leer uw aanwijzing dingen. Omwille van, ik was nu heel hard aan het... Hey, vader. Oké. Ik ga nog even voor zeggen, het is 17 uur... 45 en het is 11 graden. 17 uur. 45, 11 graden. Ja, het is nog 11 graden buiten. Maar het regent. Ja, het regent. Kom, het sniffelt. Muggenpis. Of muizenstrontjes. Of hoe noemen jullie zo hele, hele, hele lichte regenval? Mezel? Vogelpis? Vogelpis, wat hebben we dan nog? Muizenstrontjes. Ja, muizenstrontjes, dat zeggen ze rapper bij, tegen de hagel. Ja. Maar ik ga hier nu laten, want ik ben bijna thuis. En dan eten. Afwassen. Renderen. En natuurlijk Pokémon's jagen. Ik ga sowieso zelfs in de vlog laten weten hoe lang dat het duurt als je een 45 minuten, ja, rond de 45 minuten vlog hebt, hoe lang dat eigenlijk renderen is. Daar wil ik jullie ook wel even ook laten weten, dat jullie daar ook dan een zicht op hebben van, amai, het duurt dat zo lang. En ja, er komt heel veel tijd bij kijken. Ik ga ook zeggen hoe lang dat ik eraan bezig ben geweest. Dus ik ga de tijd zeggen. Dus bij Poppy bijvoorbeeld, ik begin nu. 17 uur 45 is het nu. En dat ik dan klaar ben om 18 uur 16. Ah wel, dat zijn in totaal 31 minuten wanneer dat ik heb gerenderd. Dan weten jullie dat hoe lang dat ik eigenlijk aan een funke bezig ben. Allee, tot straks. Yo. Zoals dus gezegd, ging ik laten weten wanneer dat ik begin te... renderen. Het is nu 18:06, dus ik ga nu beginnen te werken aan de vlog. En dan ga ik ook nog sowieso, s'avonds ben ik weer al terug bij jullie. Voor te laten zeggen, kijk, het is nu zo laat. Het is eindelijk af. Het is nu aan elkaar, wordt het aan elkaar geplakt door het programma.
En dan zeg je ook, jongens, kijk, zo lang duurt het voor elkaar te plakken en daarom dat het zo laat is het geworden. Voor een 45 minuten filmpje ongeveer. Dus, ja, dus ik ga het nu aan beginnen. Tot straks, yo, want ziet, computer staat aan. Dan ga ik lekker beginnen. Zo, mijn filmpje zit volledig bij elkaar. Ja, op de achtergrond hoort je muziek, dus ik heb ook muziek moeten kiezen voor in dat filmpje. Voor de dia-show van Pokémon. Ik ga sowieso zeggen, ik heb vandaag gezegd, ik ga naar Pokémon jacht. Nee, ik ga niet. Nee. Ik ga thuis blijven, omwille van, ik wil ook nog de buurtpolitie en alles zien. Ik wil dus ook eens op mijn gemakje zijn. Er is ook al genoeg beeldmateriaal voor vandaag al opgenomen. Ah ja, de shoutouts. Goed. Dat ik daar weer al aan denk. Heb ik dat nu echt gesloten? Messenger, ja, maakt niet uit. Dus ik ga nog gewoon opzoekingswerk doen voor de shoutouts. Tot zo. Oké. Dus van TTIF uit moet ik de groetjes doen aan naar Wolf. Meer niet. En dan van Sogadia, of zoiets, Sogadia channel op YouTube. Doe ik zeker een shout-out naar Sien de Bakker. En TTF heeft ook gevraagd, Dimitri, mogen we eens bij jou langskomen voor een foto of een gesprek? Ik zal zeggen, ik heb liever dat het op on tour komt, dat je daarmee moet en dat we dan daar een foto maken en een handtekening. Ah ja, en nu ga ik terug naar deze scherm toe. Shoutouts zijn gedaan, denk ik. En ik doe een shoutout naar Jochem Tamanu. Oh, no, of zoiets. Tamina of zoiets. Het is een hele moeilijke naam. En ik doe ook zeker de shout-out naar Lekker Kort. En naar Sarah Koppens. Naar Glenster. Is er nog iemand? Naar Kian Games Vlogs. Ja. En daar houdt het bij op. En nu, sowieso, het is nu 18:20. Ik heb juist gedaan ook met het renderen van het in elkaar steken van de vlog. Voilà. We gaan nu op volgende klikken. Dan zeggen we ja, een HD video van 720p. Volgende. Dat is vlog nummer. ...151, dus dan moet je dat ook nog typen. Vlog. Vlog. 151. 07-03-2017. Voilà. Dan klik ik op toepassing sluiten, aanmaken. En het gaat in totaal... ...een uur... ...en 25 minuten duren ongeveer. Voor een... Funken van 46 minuten. 46 minuten. Mensen, alsjeblieft man. Dat doet pijn. Dat zo lang duurt. Dus ik denk dat ik morgen twee vlogs terug online komen. Zowel die van gisteren. Van de 7e. En die van de 8e. Die van vandaag. Dus ik ga daar een tweet versturen in de wereld en dan is iedereen weer al op de hoogte gesteld. Sorry daarvoor. Maar jullie shoutouts zijn aangekomen. Ik hoop dat ik ook nog eens ooit eens een echt, waar ik iets kan vastpakken van een tekening of een knuffelbeer of iets of iets leuks van een kijker of zo. En dan kan ik dat ook weer al eens iets heel mooi in een vlog zetten. En ja, dan komt het wel allemaal goed. Dus ik ga sowieso al oprecht mijn excuses aanbieden dat er vandaag twee vlogs zijn online gekomen. Dus die van
eergisteren en gisteren. Ja, kan eens gebeuren. Die van de, ik zal zo zeggen, die van de 7e en die van de 8e komen op de 9e online. Voilà. Voor de rest ga ik het hier beëindigen. Ik ga dus niet op Pokémon jacht. Sorry daar nog eens voor. Doe zeker een blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn channel. En ik wil eens even... eens vroeg ook gaan slapen. Dus ik wil ook naar de buurtpolitie nog kijken. Die nu bezig is al. En dan zeg ik tegen mijn computertje... Computer, afsluiten als je gedaan hebt. Dan ga ik nog heel snel kijken op... Ola. Ah ja, naar Frank Molmar toe. Onze Frankske van Game Junks. Er is elke dag bijna een vlog die online komt op mijn YouTube-channel. Dus ik probeer daar ook mijn tijd en al in te steken. En het is redelijk hard werken. Heb ik al sowieso al ondervonden. Als je echt elke dag een vlog online wilt krijgen. En Mario, ja, merci voor daar al op te reageren. Dat is waar. Kijk op mijn YouTube-channel, want daar vind je mijn vlogs natuurlijk. En daar gaat binnenkort ook nog iets nieuws op komen. Misschien nog eens een gaming movie. Ja, wanneer is nog eens een gaming movie? Vragen jullie af. Oké, dan ga ik jullie zo meteen kunnen vertellen. Yay! De nieuwe gaming movie zal na 30 april online komen. Februari, maart, april. Dus begin maart, april, mei. Ergens in mei. Sowieso moeten jullie denken, ik ga naar Virtualan in Flanders Expo Hallen in Gent, waar 5000 gamers welkom zijn. Inkomprijs is €75 en een VIP ticket, 240 plaats, denk eraan, is €130. Daarna ga ik nog naar Sugarland. Die gaat door op 26 mei tot en met 28 mei 2017 in de Brabant Hallen in Leuven. 924 gamers. En inkomprijs €45, €49, €54 en €59. Waarom zoveel verschillende bedragen? Een wekje met waves. Daarna hebben we nog Division Gaming. Daar ga ik van 2 tot 4 juni naartoe. En sowieso, ja, ook nog in april. 12 april dacht ik dat dat was. Dan moet ik weer naar mijn Facebook gaan. YouTube. Wacht, YouTube Oostende. Dat is op 12 april. Daar zal ik dan ook nog aanwezig zijn. Dus kom allemaal naar Oostende toe op 12 april tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Ik zal daar ook aanwezig zijn. En daar gaan nog andere mensen ook weer al aanwezig zijn. Zo gelijk onder andere Sebastiaan, Naris, Ali, Gilles, Amber. En dat is het alles. Momenteel als reacties. Ja. Maar nu ga ik zeker nu beëindigen. Of anders wordt deze vlog ook weer al zo lang. Tot salukes, tot morgen, yo.